9 jaar. We gaan naar de lofsprinters. We gaan naar Robin van der Valk. Hier uit Nijkerk, Salvador Meijers. Namens Apeldoorn zal starten Willem van der Noord. We gaan naar de BMX. Nee, we gaan naar NCC Nijkerk weer. Luc Gerritsen. Flying Bikes, Ruben Boorsma. De IJsselcrossers, Thijs Besseling. Twee topfavorieten als eerste uit Nuland, Kevin Dollevoet. En we gaan naar de Europese kampioen in die categorie Boys 9 jaar. Het is Jamio Brink. En we zijn hier als eerste vertrokken. Het lijkt Koopie Europe Racing te worden. Koopie Europe Racing, Jamio Brink op plaats nummer 1. Kijk, jumping away naar voor die eerste bocht. En het zit niet in die sprong. Het zit in die twee trapjes die hij na die bul nog doet. Waar hij zo 2-3 metertjes wegloopt. En dan is de enige die hem nog bijhoudt, Kevin Dollevoet. Daar, die heeft ook al 3-4 metertjes achterstand. En die richt weer een beetje voor op Apeldoorn. Apeldoorn hier met Willem van den Noord. Die zit op een keurige derde positie. En daar gaat hij vanavond echt een feestje mee maken. Kevin Dollevoet, ik denk dat hij het maximale vandaag eruit haalt. Kijk eens, technisch zijn deze jongens al sterk. Maar nadat hij in Texel al de Europese titel op zijn naam schreef. En dan was misschien toch ook nog wel een beetje verrassend. Gaat hij hier een kampioen van Midden-Nederland worden. Koopie Euro Racing is Jamio Brink.